Oké, wie is volgende? Tuigende. Ah. Surprise. Echtscheidingstokkie. Sy naam is Moses. Hy besit 'n teatergroep wat die hele land vol reis en hy het vir my 'n rol en sy hart aangebied. Is dit nie wonderlik nie? Ek het koekies. Drie kaasburgers met kaasbrood, patty, tomatie en blaarslaag. O, Peter, kakkerere. De laatste keer dat pa actually pa was, was die 5 minuten voordat ma weer goed gevat het en getrek het. Pa is weg, Nonnie. Want ons moet net daarmee deel. Weer eens dankie vir julle tyd. Ek besef ook dat dit dalk moeilik is om te verstaan. Dit is 'n roeping. Ek is Kersfeesvader. Wat ons net is 'n goeie klassieke knak. Ja, maar kort en maar eens. Waarom? 'n bietjie ondersteuning sou ek sê. As ek nou enigstens meer met ondersteuning gaan my arms afbreek. Klink vir my akuraat. Hallo, my naam is Nonnie en my pa se besete nou aangename kennis. Wat is die plan? Ons het 2 weke. Ik denk het is fantastisch wat je voor je pa doet. Het is heel goed hier. Hugo! Hij daar probeert een klimmen, wel. Jij is veronderstel om die ouder te wees. Jij is al een wat ons oor het. Je kan niet altijd veel problemen weghardlopen. Dit is precies wat je ma gedoen heeft. Dat is dingen wat jij niet nou kan verstaan in hom. Verstaan het maar hulp nodig en ondersteuning, dis al. En wie ondersteun jou? Kersfeesvader is op hierdie dag vir 'n rede. Ek dink alles gaan oukei wees. Beslis.